Dit is mijn verhaal. De laatste rechte lijn naar New York. Terug van de ambassade, van de Amerikaanse ambassade vandaag. Ik moet zeggen, een beetje mindere dag gehad. We hebben nog 4 uur onderweg geweest en dan 3 uur wachten in de Amerikaanse ambassade. En al bij al eigenlijk voor niets, want de promotor van Amerika heeft eigenlijk zijn werk niet gedaan en er was een document terug tekort. En dan mag ik volgende week nu nog eens gaan en dan nog later mijn visum terug ophalen. De vraag is natuurlijk, is het voor met mijn voet te spelen of is het per ongeluk? Het is wel zo'n typisch toeval, dus voor mij was dat wel vandaag wel een dag met veel tijdverlies. Beste ouders, met veel zorg en liefde hebben jullie een voornaam uitgekozen voor jullie kind. Met deze naam wordt het opgenomen in jullie gezin en krijgt het een plaats onder de mensen. Daarom mag ik jullie vragen om die voornaam te noemen. Welke voornaam hebben jullie gekozen voor jullie kind? Amelia. 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 Dat is jou inderdaad. Hij weet dat ik het toch niet voor nodig heb. Nee, precies. Dat zou gebeurd zijn. Ja. Mooi, dat zal lukken. Kijk, ik heb het wel. Oh, die kerstje, weet je. Jouw ouders en Peter en Meegje hebben jou echt van het geloof willen meegeven. Dat is goed, prima. Na de training, een goede maaltijd, een biefstuk met wat pasta, dat gaat er altijd goed in. Hè? Veel succes met de kamp. Je gaat dat goed doen. Ik ben er zeker van. Ja, jammer genoeg kan je er niet bij zijn. Maar je weet hoe het komt. Nee, dit is hier. Maar we gaan superveel supporten voor jou. En we gaan vele prijzen naar jou. En je gaat dat goed doen. Succes! Kom op.